Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie kijken naar een splitsplint nieuwe video. Ik heb hartstikke veel zin om weer een video te maken voor jullie bazen, zeker weten. Dingen op Google Maps en we zien al gelijk iets zieks raar, ja, zeker weten. Mensen met duivenhoofden, een bijzonder gezicht in de straten van Japan. Dit is dus gewoon in Japan. Er staan dus gewoon mensen te wachten op zo'n auto en ik denk van, nou, laat ik gewoon even een duivenhoofd aandoen. Zeker, zou ik ook doen, jongens. De volgende: meel in je oog. Pas op. Ik zit even te kijken wat hier de bedoeling van is. Oh, ik zie het al. Ja, die mail die is wel heel dicht bij de camera. Het is een beetje eng aan het worden. Zeker weten. Goed oppassen, hè, voor die mailen. Want die poepen ook altijd op je hoofd. Dat weet ik nog wel. Dat is echt zo. Ah, moord in Almere. Later zou blijken dat het maar een natte hond was die uit het water kwam. Jongens, je zou toch helemaal de schrikken als je dit zou zien van bovenaf. En je denkt van, oh, die man die is gewoon daar even iemand aan het vermoorden. En wat blijkt het? Dat die man gewoon, dat die hond gewoon uit het water komt. Dan ben je echt, jongens, zeker weten. Nog een moord of een ongelukkig geval. Vallen van val naar beneden, weet je wel. Oh, deze is in scène gezet. Dus iemand heeft dus van tevoren gezegd, jongen, of man, dit is een man, ga maar lekker liggen op de grond, want de stenen zijn super zacht natuurlijk. Ja, dat zou ik ook doen, hè. Iedereen doet dat. Tegenwoordig doet iedereen dat even, hè. Lekker op de stenen zitten, heerlijk. We gaan hier, dit is een man in de vuilnisbak. Als jullie goed kijken, zien jullie daar een vuilnisbak? Ik wijs wel aan, maar jullie kunnen dat niet zien, maar het gaat om het idee. En dan zie je dus het hoofdje uitsteken uit de vuilnisbak. Dus misschien woont hij daar gewoon in. Het kan allemaal. De Stig uit Top Gear duikt op in Schotland. Wat doet hij daar? Waarschijnlijk is dit promotiestunt in samenwerking... Wat er eigenlijk aan de... Oh, daar staat hij, daar staat hij. Hij staat daar gewoon, jongens. Hij staat daar heel leuk. Staat hij daar even promotie te doen. Met zijn duimpje zo. Zo, weet je wel. Je kent het wel. Je kent het wel, natuurlijk. We gaan naar de volgende. Mogen de beste winnen. Deze mannen verkleden zich als samurai. En vechten het uit op een grasveld. En daar is niks mis mee. Tuurlijk niet, hè? Ik doe het ook altijd met mijn vrienden. Ga ik heel even op het grasveld zitten. En dan doe ik knikkeren met hun, hè? Dat is hetzelfde bijna. Nee, maar deze mannen die vinden het gewoon leuk om het even met elkaar uit te vechten natuurlijk. En dat begrijp ik ook, hè? Niks mis mee. Twee duikers die horen te snorkelen, maar toch in de tuinstoel langs de weg zitten. Ja, dat is niet handig. Opmerkelijk waren het niet deze heren. Ik doe het verkeerd lezen. Opmerkelijk. En dan zo. Ik moet het zo lezen. Opmerkelijk waren het niet dat deze heren bevriend zijn met de bestuurder van de Street View auto. En een grapje wilden uithalen. Dus ze wilden eigenlijk een grapje uithalen om met het duikerspak daar te gaan zitten. En dat is hartstikke leuk. Daar moet ik ook om lachen. Daar moet ik zo super hard om lachen, jongens. Oh my god. Oh. En dat is, het is mooi weer. Trek vandaag een broek aan. Och, wat zou het... Hier komt nooit iemand. Nou, weet je wie hier komt? Ja, ja, de Street View auto. Helaas, meneer. Ik wou man zeggen. Helaas, meneer. U bent gesnapt. U staat in uw onderbroek. Voor lul. Haha. Lekker voor je. Ik hoop dat je erin stikt. Jawel hoor. Dat is toch hartstikke grappig. Dat die man gewoon even zijn shine pakt. Een soort van zijn shine pak is het eigenlijk. Maar even kijken, welke foto vond ik het leukste? Deze het leukste. Deze is super grappig. Dit is dus een foto van die man in die vuilnisbak met zijn hoofd eruit. Ik vind hem hartstikke grappig. Dit is gewoon de foto van de dag dus, zeker weten. Dus ja, dat is leuk. Hartstikke leuk. Jongens, de video is alweer afgelopen. Shit. Ja, ik kan er niks aan doen, mensen. Er waren niet genoeg foto's. En als jullie natuurlijk meer willen zien, kunnen jullie dat gewoon hieronder in de reacties plaatsen. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie het nou leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. Want het motiveert me om door te gaan met YouTube. En ja, deel deze video met al je vriendjes op WhatsApp, social media. Want dat zou ik super getolereerd vinden. En ja, dan heb ik niks meer te zeggen. Ik vind jullie hartstikke bazen. En ik zie jullie bazen. Zie ik gewoon weer. Later met de pater, met de flater. We gaan weg, jongens. Leuk. Kom, we gaan. We gaan weg, we gaan weg. Ik zit vast. Ik zit vast. Shit, ik zit vast. Oh shit, ik zit vast. Oh, moet ik even kijken hoor. Even kijken hoor.